Goedemiddag. Hallo. Wij zijn Bob Benink en Herman Matischek. Wij zijn van De Dam, stichting De Alternatieve Munt. Wij zijn hier vandaag in de Gandhi-tuin uitgenodigd om wat te vertellen over De Dam. Dus dat gaan wij doen. De Dam is een lokaal ruilmiddel, is een alternatieve munt in Rotterdam. Gericht op ondernemers en ondernemende mensen die, ja, die producten en diensten kunnen aanbieden. En het idee is om ja, eigenlijk gewoon geld ook weer in je eigen hand te nemen. Je ziet nu dat, dat mensen zonnepanelen op hun dak plaatsen, dat mensen een eigen tuin hebben, eigen brood bakken voor de community. Zo kun je ook eigenlijk je munt ook weer zelf regelen. Dus hoef je eigenlijk helemaal niet ja, naar Frankfurt te kijken. Nee, je kunt je eigen munt in handen nemen. Dus dan zijn we begonnen. Ja. Dus je neemt gewoon een account bij De Dam, ja, en dan ben je gewoon als ondernemer, wat jullie ook zijn, ja, dan krijg je gelijk een bepaalde kredietlijn, ja, waardoor je gewoon gelijk uit de stand kan handelen in Dammen. Ja. En wij hopen daar gewoon een vrij breed platform op te trekken, ja, dat er gewoon heel veel producten aangeboden worden, dat het gewoon echt een grote variëteit komt van dingen die verhandeld zijn en wat gewoon te goed komt eigenlijk voor de lokale economie eigenlijk. Ja, het is echt een Rotterdams initiatief. Het leuke is, het is gericht op Rotterdam. Dus als ik wat van Herman koop, dan heeft Herman Dam. En dan weet ik ook dat hij dat weer in Rotterdam gaat uitgeven. Want ja, het is een Rotterdams initiatief. Dus ja. Eigenlijk gaat je impact van je betaling gaat verder dan alleen die eerste betaling. Maar hij gaat ook daarna verder. Want je weet, het blijft in Rotterdam. Dus eigenlijk help je elkaar als Rotterdamse ondernemers. En je ziet... Helaas dat ondernemers gewoon op dit moment best wel zwaar hebben, omdat we een economie hebben met de euro als smeermiddel. En want dan ja, is die euro niet altijd voorhanden. Bijvoorbeeld omdat banken geld moeilijk uitlenen, of omdat grote bedrijven minder kleine bedrijven in de euro. En dan geldt dus dat je eigenlijk helemaal niet een munt nodig hebt om een transactie met elkaar te doen. Je kan ook gewoon afspreken van, ik doe nu iets voor jou en jij doet iets voor mij terug. Of ik doe iets voor jou en jij doet iets voor die en die doet iets voor die. En uiteindelijk komt het bij mij weer terug. Het enige wat Herman en ik dan doen is... Ja, de IT, een grote ja, soort van Excel, en, maar dan iets en dan, meer sophisticated bijhouden. Ja. Waar we gewoon afstreven van, joh. En dan als Dam van de faciliteren dat hele gebeuren. Dus we moeten gewoon eens zien dat we gewoon zoveel mogelijk mensen in De Dam krijgen, ondernemers of particulieren, en die dan handelen met hun spullen. Dat is het belangrijkste. En hun spullen kunnen promoten. Dat is het leuke. Het is een marktplaats waar je een profiel aanmaakt, je producten opzet, ik kan dit doen, ik kan dat doen. En ik zoek dit en dit bijvoorbeeld. En dan kan je dus ook een extra marketingkanaal hebben om je producten te promoten. Ja. Dus ja, het is ook nog een stukje promotie. En het leuke is, waar je in de normale economie als je schuld hebt rente moet betalen, is het bij De Dam juist zo dat je elkaar wederzijds krediet geeft waar geen rente op zit. En het is ook niet de bedoeling dat je De Dam vasthoudt, zoals je een euro soms ook als spaarwil gebruikt. Nee, De Dam is echt een munt om transacties op gang te brengen, handel te doen. Dus als jij heel lang dan vasthoudt, dan dat is helemaal niet de bedoeling, want je moet het uitgeven. Dus dan krijg je eens in de maand wordt er een 1% van je saldo wordt afgeboekt om het netwerk in stand te kunnen houden. En daarom hoef je van degene die even in de min staat geen rente te vragen, want dat betaalt eigenlijk de sterkste schouders betalen dat de mensen die al een saldo hebben. Dus ja, dat is ook een stukje eerlijkheidsprincipe. En wij hopen dat het dan een groot succes wordt en dat ja, daar hebben wij mensen zoals jullie bij nodig die hun producten deels of volledig, hangt helemaal van jezelf af hoeveel procent je hem dan wil aanbieden. Want uiteindelijk moet je altijd euro's hebben om de belasting te betalen en andere kosten voor je rekening te nemen. Maar een deel van je omzet weer dan, promote je het Rotterdamse ondernemen. Dus daar staan wij voor en daar staan volgens mij heel veel mensen voor mooie decentrale projecten in je eigen stad te hebben en gewoon echt zelf in handen te nemen. Ik heb het allemaal een beetje begrepen. Ja. Vragen van die kant? Ja. Wat is nou de waarde van een... Kijk, dus je gaat gewoon eigenlijk vanuit dat gewoon 1 dam is 1 euro. Ja, dat is net zo, wat is de waarde van een euro? Ja, die wordt gewoon bepaald op de ja, andere munten. Ja, dus dat is het verhaal. Dus we gaan eigenlijk in euro waardes handelen, maar in plaats van euro's is het wat dan. Ook om het makkelijk te maken. Dat het makkelijk in te schatten is. Dat je er gevolgen voor krijgt. Dus en hoe zit dat met BTW? Dat hoef je dus dan niet af te dragen? Ja, dat is allemaal hetzelfde. Je moet gewoon BTW betalen. Want je, over die dans. Tenminste, als je, het is eigenlijk hetzelfde als een eurowereld. Als je een dienst aanbiedt die BTW-plichtig is, dan moet je BTW betalen.
Maar als je bijvoorbeeld als particulier een dienst aanbiedt, dan hoef je geen btw te betalen. Dus pas als je boven de 3000 euro of in dit geval 3000 dan komt, dan gaat de Belastingdienst zeggen, ja, je bent een soort van bedrijf, dus dan moet je btw gaan betalen. Tot die tijd zou dat in jouw geval dus, zou dat niet hoeven. Ja, maar goed, als je dan heel veel verkoopt, dan heb je ook een bedrijf. En dan is het ook prima dat je btw moet gaan. Dus dan dan netwerk is ook een manier om... proberen van, joh, is datgene wat ik doe, is dat nou iets om er meer uit te halen? Nou, dus we hebben ook contacten gehad, uiteraard met de Belastingdienst, met de AMF, met de Nederlandse Bank, ja, om dat allemaal uit te zoeken. Maar nu is de Belastingdienst, heeft er nooit van de Dam gehoord. Die zeggen van, nou, we gaan nu eerst maar handelen. Als er mensen echt met veel dammen komen, dan kijken we wel hoe we het precies berekenen. Wat ermee doen, ja. Veiligheid, volgens mij... bankeren jullie voorlopig bij de Triodos Bank zelf ook? Ja. Nou, vind ik een fijne bank. Ja. Als er met de Triodos Bank wat gebeurt, dan staat de Nederlandse Bank daarvoor garant. Ja. Hoe zit het met de Dam? Stel, de bakkerij onder ons gaat een groot gedeelte van zijn omzet in dams doen. Ja. Heeft op een gegeven moment een rekening opgebouwd en er gaat wat fout. Is het op basis van vertrouwen of zit er een vangnet onder? Het is allereerst wat alles met geld is op basis van vertrouwen. Dus ja. dat is sowieso zo. De Nederlandse bank die is helemaal op de hoogte van wat wij doen. Ja. Wij hebben geen bankvergunning omdat dat gigantisch duur is om te regelen. Ook niet zoveel toegevoegde waarde. Dus die controle hebben we vanuit de Nederlandse bank niet. Er worden wel extern kijkende mensen mee die het controleren. We hebben een softwarepakket wat wij niet zelf ontwikkeld hebben, maar wat al jaren bestaat en al van heel veel munten gebruikt wordt. Dus het is een bewezen IT-tool. Ja, ook in Engeland, hè? In Engeland onder Bristol Pound of zo. Onder andere mee gewerkt, in Zuid-Amerika wordt er gewerkt. Ja. Dus het is wat altijd is echt bewezen technologie. Ja. Dus ja, dat geeft een heel goed gevoel. En uiteindelijk hebben wij als stichting een eurorekening om een aantal running costs te voldoen. En voor de rest gaat alles in DAM. En die DAM, ja, dat is gewoon iedere dag wordt er een backup van gemaakt en is gewoon duidelijk wie krijgt van wie nog wat. Dus dat is qua veiligheid zit dat wel goed in orde. Kijk, en het is ook geen bedoeling van een handelaar dat gewoon echt de goede opbouwt. Het moet echt een handelsplatform zijn. Dus hij moet de DAM en de winnaar echt zo snel als mogelijk kwijt zien te raken. En daar helpen we hem bij. Dus gewoon als hij zegt van ik moet gewoon bloem hebben. Die moeten ook in het DAM-netwerk om de DAM te kunnen accepteren. Dus dat is het verhaal wat we eigenlijk wat we doen. Dus hoe gaat het dan in de praktijk? Dus stel dat ik nou brood koop bij Alex. Ja? Wat gebeurt er dan in de praktijk? Dan geef ik door op een platform of op een site dat ik dat gedaan heb? Of? Nee, dus je gaat gewoon bij Alex, die heeft het gewoon een app. Dus op de smartphone heb jij ook. En dan zeg je van, nou, je moet eerst niet worden uitgelegd voor de DAM. Dan ga je gewoon bedragen overmaken van de... Via zo'n appje? Via zo'n appje. Of via de computer, via de laptop. Oké. Maakt niet uit. Ja. Nou, en dan heeft hij dat DAM'en. Dus DAM'en moet hij dat weer kwijt op een gegeven moment. Dus dan gaat hij weer en dan zet hij de dossier toe. En dan zegt van, hij zegt, ik ga waarschijnlijk met DAM'en betalen. Dus ja, hoe is het nou? Dus maar zo moeten we gewoon stap voor stap de hele keten in. Je moet de hele keten integreren in de DAM'en. Ja. Je ziet dat er nu al een aantal dienstverleners in zitten die bijvoorbeeld marketingdiensten aanbieden of een website bouwen of fiscaal of financieel advies geven. Dus dat soort dingen kun je al in DAM doen. En het is de bedoeling om steeds meer van de keten erin te krijgen. En je begint dus als ondernemer, vraag een rekening aan. Dus je vult op de website een formulier in. Je moet ter verificatie maak een klein bedrag naar onze bankrekening over, zodat wij kunnen zien vanuit de bank van joh, deze persoon hoort. Zegt wie die is, check het KNK-nummer en dan krijg je als ondernemer een rekening. En als ondernemer kun je de min in, dus kun je direct transacties gaan doen. Als particulier kun je niet de min in, want je moet eigenlijk eerst blijken of je ook reciprociteit kunt leveren. Dus dan moet je eerst wat verdienen en dan mee kun je wat kopen. Dus... En hoe zit het dan met wat de keten betreft? Ja? Stukjes van de keten zullen altijd buiten Rotterdam naar buiten Rotterdam gaan. Hè? Dus als Alex mail koopt in Zeeland, of Vlaanderen, weet ik veel. Ja. Dan gaat er een stukje naar buiten toe. Want is het zo? Dat zijn zo. Ja. Maar goed, dat zien wij wel. Kijk, we richten ons op Rotterdam, maar het is natuurlijk wel groot Rotterdam. En ja, bij dit soort dingen, sommige dingen kan je ook niet in een stad voor elkaar krijgen. Dus dan moet je wat verder kijken.
Het gaat erom dat het goed voor Rotterdam is. En ik denk als een boer uit Zeeland aan Rotterdam leeft, dat dat prima is om dat te ondersteunen. Ja. Dus dat ik hoorde net ook dat Alex zou bijvoorbeeld een deel van zijn brood in dammen kunnen verkopen, ja, en een deel in euro's. Ja. En dat de percentage in euro's gebruiken om naar die keten die naar buiten Rotterdam gaat te betalen. Ja, nou, wij raden ook mensen aan om niet 100% in dam te gaan ondernemen. Want uiteindelijk moet je toch je btw, je inkomstenbelasting of je vennootschapsbelasting, deze afhankelijk van juridische vorm, die moet je in euro's betalen. Ons doel is dat ooit de overheid ook dam gaat accepteren. Maar ja, zover zijn we nog niet. Dus doe een deel in dam, ja, maar hou ook een stukje in euro's. En we zijn nu net 3 weken bezig. Ja. Dus, en vanaf 1 augustus gaan we echt live voor iedereen. Ja, en onze website waar je ons kunt vinden, dat is www.rotter-dam.nl. En daar kun je alle informatie vinden. En dat, ja, dat is gewoon waanzinnig leuk. Ja, ja, ja. Ja, dank om hier te zijn. Leuk. Ja, leuk. Dankjewel. Bedankt voor je. Yep.